Welkom bij de video over de basisvaardigheden van de Atlas. Dit is de eerste. Er volgen er nog een aantal. Deze gaat eventjes over waar vind ik wat en hoe kan ik wat zoeken in de Atlas. Nou, hier is het ooit mee begonnen. Eerst de schoolatlas in Nederland. De schoolatlas der gehele aarde. En inmiddels zijn we een hele tijd verder. 1877 kwam volgens mij de eerste uit. We zitten nu in 2016. En er zijn twee edities. Inmiddels zullen er wel meer bij komen hoor. Dus de 53ste hebben we op school. De 54ste zal er binnenkort ook wel aankomen. Of tenminste op school. Maar het zou me ook niet verbazen dat over een paar jaar alweer een 55ste en op een gegeven moment de 56ste editie komt. Om de zoveel jaar is er een nieuwe editie. Want de wereld verandert. Dus dan moet je die atlas natuurlijk ook bijwerken. Nou, eventjes over het zoeken erin. Ik heb steeds allebei de atlas even neergezet. Dus of je nou met de 53ste of de 54ste werkt, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. En zeker niet voor deze video. De kleurtjes zijn wel een beetje anders. Maar goed, dit is de legenda. De legenda vind je helemaal voorin in de atlas. Als je de kaft openslaat, dan zit daar gelijk al de legenda. En in de legenda vind je alle kleuren en de symbolen die gebruikt worden in de atlas. En de verklaring van de kleuren en de symbolen. Soms staat er bij een kaartje wel eens een aparte legenda bij. Maar als er geen legenda bij staat in de atlas, dan is dit de legenda waar je gebruik van maakt. En ze zitten ingedeeld in allemaal kolommen. En boven die kolommen staat dan ook bij wat voor soort kaarten ze gebruikt kunnen worden. En voor Nederland worden andere dingen gebruikt als voor de rest van de wereld. Omdat hun Nederland specifiekere kaarten hebben. Dus alle kleurtjes, symbooltjes zijn nog wel eens verschillend. Goed, als je dus in een kaart aan het zoeken bent en je komt daartegen en je ziet iets dat het rood is, dan kun je opzoeken in de legenda wat dat dus betekent. Dan gaan we helemaal naar de andere kant van de atlas, helemaal achterin, ook in het kaft. Dus als je het boek gelijk openslaat, zie je hem aan de binnenkant van het kaft zitten. Dat is de bladwijzer. De bladwijzer is een hele handige tool om heel snel elkaar te vinden. Je ziet, laten we eens bij de 54 kijken, het is hetzelfde ingedeeld. Je ziet hier een grote wereldkaart en je ziet hier een stukje Nederland en nog een kaartje van Nederland en vervolgens een kaart van Europa. En er staan steeds allemaal kadertjes ingetekend en in die kadertjes staan vervolgens nummertjes en die nummertjes verwijzen naar kaartblad. Dus waar je die kaart kunt vinden. Dus als je een kaart zoekt van India en je weet ongeveer waar India ligt, dan ga je even zoeken en denk ah daar is India en dan kijk je naar dat kadertje. En dan zie je, ik moet een bepaald kaartnummer hebben. En daar blader je dan naartoe. Dat betekent niet dat het het enige kaartje is. Soms staan daarachter nog weer meer kaarten waar ook India op afgebeeld staat. Maar dat is dan de eerste kaart in de atlas van dat gebied. Nou, zo kun je dus heel snel eventjes wat zoeken als je ongeveer weet waar je het zoeken moet. Nou, dan is er natuurlijk helemaal voorin wat in heel veel boeken staat, een inhoudsopgave. Nou, dat heet bij de atlas de algemene inhoud. Die staat voorin. Daar staan alle kaarten op rij, ook zoals ze in de volgorde van de atlas zitten. Nou, de Nederlandse kaarten staan vooraan en de wereldkaarten achteraan. Dus als je hier dan steeds een bladzijde omslaat, zie je dat er Nederlandse kaarten op een gegeven moment voorbij zijn. Dan komen er Europese kaarten en wereldkaarten. En ze staan allemaal op onderwerp onder elkaar gerangschikt. De totale inhoud dus van kaarten van de bosatlas. Handig om te zoeken, maar die je vaker gebruikt is bijvoorbeeld deze. Het register van topografische namen. Nou, in de 53ste editie begint dat op bladzijde 254. En in de 54ste editie, die is wat dikker, hè, die begint bij bladzijde 67. Daar staan dus alle namen in die in de atlas voorkomen. Van rivieren, van plaatsen, van bergen, van gebergtes, van zeeën, van meren. Alle namen die in de atlas vermeld staan, ergens op een kaart, die staan hierin. Dus als die hier niet tussen staat, dan kun je hem ook niet vinden in de atlas. Die plaats, die rivier of wat dan ook. En als die er wel tussen staat, dan is die ergens afgebeeld op een kaart. Dus dan moet je hem ook kunnen vinden. Nou, over dat vinden, dat komt later. Eerst nog eventjes naar het trefwoordenregister, die staat daar iets verder. Iets verder in de atlas achterin. Bladzijde 276 van de
53ste editie en 300 van de 54ste editie. Daar staan allemaal kaarten in met een bepaald thema. Dus als je iets zoekt over landbouw, dan ga je daar zoeken bij de L, landbouw. En dan zie je dan dat er bijvoorbeeld een aantal kaarten zijn die over landbouw gaan. Kaarten bij Nederland, kaarten van Europa, soms van een bepaald werelddeel. Allerlei verschillende onderwerpen. Nou, als, ook hier geldt weer voor alle onderwerpen die in de atlas staan. Dus als er een onderwerp niet tussen staat, nou, dan is daar geen kaart van. Of je moet even nadenken van, hey, kan ik niet iets zoeken wat daar een beetje mee te maken heeft? Hè, de, bijvoorbeeld, als we het toch over landbouw hebben, je zoekt iets over veeteelt in Amerika. Nou, kan het best zijn dat als je dan gaat zoeken naar veeteelt, dat je niet tussenkomt, niet voorkomt. Of dat veeteelt Verenigde Staten bijvoorbeeld niet te vinden is. Nou, maar misschien bij landbouw Verenigde Staten wel. En het kan best zijn dat er in die kaart dan wel iets wat verteld over veeteelt. Dus het betekent ook wel eens dat je soms even een ander woord moet zoeken. Maar in ieder geval, het idee is, je kan hier dus allemaal kaarten vinden over bepaalde thema's. Die je dan natuurlijk bij aardrijkskunde wel eens nodig hebt. Nou, dan zit je dat in dat register te plukken en dan kom je dus dingen tegen. Hè. We gaan eventjes op zoek naar misschien wel de plaats met een van de mooiste namen. Hier bestaat het plaatsje Uppsala. Uppsala, en dan staat er achter 106, 107, F4. Nou, wat betekenen nou precies die cijfers en die letter en die cijfer die er dan bij staat? Daar gaan we even naar kijken en je ziet ook dat het verschillend is. Hè, want de plaats hier, hè, bijvoorbeeld Uptown, daar staat alleen 193F. Nou, de eerste cijfer wat je tegenkomt is altijd het kaartblad. Het kaartblad. Nou, en je ziet Uppsala, daar zijn twee dingen. Dus dat is een kaart die verdeeld is over twee kaartbladen. Nou, kaartbladen, zo heet dat. Het kaartblad, dat is niet veel anders dan de bladzijnummer. Maar we hebben te maken met een atlas, hè. Daar staat dus een boek met kaarten. Dus noemen we dat een kaartblad. Nou, dan zoek je hem dus op. 106. En aan de andere kant van de bladzij staat natuurlijk 107. Die heb je dan gevonden. Dat is dus het kaartblad. Vervolgens ga je naar die volgende ding kijken. Dat was F3, hè. Nog even terugspieken. Wat het ook weer was. F4. Sorry hoor. F4. Nou, bovenaan staan altijd hier. Daarboven. Daar staan altijd de letters. Die staan bovenaan, horizontaal. En trouwens ook helemaal onderaan de bladzij. Dus horizontaal, hierboven en hieronder, staan altijd de letters. En verticaal, hier aan de zijkant en ook aan de andere zijkant, daar staan altijd de cijfers. Nou, dan zoek je op F. En vervolgens 4. Nou, dat is misschien niet zo goed te lezen, maar dan kijk je eens boven en je volg je zo die blokjes. En dan kom je uiteindelijk bij het kaartvak uit. Dat is dus deze. En dit was de hele kolom F en dit was de hele rij 4. En daarin zou je moeten vinden. Ja, en dan is het soms even verder zoeken. En dan kom je op een gegeven moment wel het plaatsje Uppsala tegen in Zweden. Goed, even samenvattend. Allereerst, legenda. Dat is dus de plaats waar je informatie krijgt over kleuren en symbolen in de atlas. En die vind je helemaal voorin in het kaft. De bladwijze kun je snel zoeken. Ongeveer, als je weet waar het is ongeveer ligt. Hè, helemaal achterin in het kaft. Register van topografische namen. Alle namen van de atlas. Alleen die namen. Alle namen die in de atlas voorkomen. Achterin zijn die ook. Die registers staan achterin. Het trefwoordenregister staat ook achterin. Die staat er iets verder in. Dan kun je zoeken naar kaarten met een thema. Of een onderwerp, het is moeilijk te noemen. En vervolgens, nou ja, die verwijzing in dat register, daar staat dus altijd eerst het nummer van het kaartblad en vervolgens het kaartvak. En dat heb ik tussen haakjes gezet, want zoals je ziet, Uptown is alleen maar een kaartblad. Waarom deze F hier dan staat, dat komt in een later filmpje. Gaan we daar verder op. Dat was hem even.